Okay, I see some new faces in the congregation. Ik zie een paar nieuwe gezichten. And actually, I'll be doing part 2. En dit is gedeelte 2. But just to give you a very brief introduction to my sermon. Om jullie een kleine introductie te geven. I talked about an encyclical letter from the Pope. We hadden het over een pauselijke encycliek, een brief. It's called the Laudato Si. Laudato Si heet dat. And it's talking about saving this planet. En het gaat erover dat ze deze planeet willen redden. We know that the environment is at threat. Het milieu wordt bedreigd. And therefore the Pope has appealed to mankind. En daarom had de paus een oproep aan de mensheid. That we need to wake up from our sleep. Dat we wakker moeten worden. And we need to work unifiedly. En dat we dus met verenigde krachten moeten werken. To save the environment. Om het milieu te redden. Now those who are Catholics or who are Catholics or from other denominations. Katholieken of mensen van andere denominaties. I mean, God's people are in every religion, in every church. Want Gods volk zit nog in andere denominaties en kerken. And I'm talking much about the Church of Rome. En ik spreek veel over de kerk van Rome. Because she is the invisible superpower today. Omdat ze de onzichtbare supermacht van onze tijd is. And therefore, I'm not talking about the people, but about the system. Het gaat daarom om het systeem, niet om de mensen die erin zitten. Today, this church. Deze kerk. It's a very powerful church. Is heel machtig. Often people ask me, oh, now only America is the superpower. Heel veel mensen die vragen mij, ja, Amerika is toch de supermacht? Is it a beg your pardon? Sorry. Is it sorry? No, there's an invisible superpower. There is een onzichtbare supermacht. And that's the Church of Rome. En dat is de kerk van Rome. And she dictates the policies of every nation. Politiek van iedere natie. Including my country that is not Christian. En zelfs India, hoewel die niet christelijk is. And they have worked over the years. En ze werken over de jaren. To get all nations in one basket. Om alle naties in één mand te krijgen. Through the political system. Door de politiek. Through religion. Door religie. And through economy. En door de economie. Now, today in India, I used to love the Indian apples. Hield ik van de Indiase appels. And if you go up to the Himalayas, in the Himalaya, you get lovely apples there. Heb je heerlijke appels. But for the last 5 years, I'm eating American apples. Maar de laatste 5 jaar eet ik alleen maar Amerikaanse appels. And it's not as tasty as my apples. Die zijn niet zo lekker als mijn eigen appels. And we pay more for these apples. En we moeten voor die Amerikaanse appels veel meer betalen. This is the result of globalization. Dit is het resultaat van ja, dat alles wereldwijd globaal geregeld. Now the economist said. Van de economie zei ze. We need to eradicate poverty. We moeten de armoede moeten we uitvagen. And the solution is to have globalization. En de oplossing is dat alles moet op een wereldwijd niveau komen. And therefore, if there is an economic turmoil in Japan. Maar dat betekent ook dat als het niet goed gaat met de economie in Japan. In India, in Holland and in Europe, you'll feel the hiccups. Dan kun je overal kun je de resultaten daarvan voelen, omdat alles wereldwijd geregeld wordt. Therefore, globalization is not an answer to poverty. Dus het is in wezen geen oplossing voor armoede. Globalization is to make nations interdependent. Het is om naties afhankelijk te maken van elkaar. And therefore the world is going back to Rome. En daarom gaat de wereld terug naar Rome. And the Bible tells us very clearly who this power is. En de Bijbel vertelt ons duidelijk wie deze macht is. A mouth speaking great things and blasphemies. En je heeft een mond die grote dingen spreekt en Now the Roman Catholic Church is not a Christian church. De Roomse kerk is geen christelijke kerk in wezen. Though many people in the world think so. Hoewel velen dat wel denken. Now in my country. In mijn land. Whenever I say I'm a Christian. Als ik zeg dat ik christen ben. Immediately they say, oh,
Your head is the Pope. Dan zegt ze, oh, dan heeft u als hoofd de paus. Oh, you worship on Sunday. Oh, dan gaat u op zondag zeker naar de kerk. When I say Sabbath or Saturday. En als ik Sabbat of zaterdag zeg. They have a big question mark on their face. Dan zie je grote dikke vraagtekens op hun gezicht. Are you a Jew? Bent u dan Jood? Are you an Indian Jew? Bent u een Indiase Jood? Say no. Nee. I'm a Christian. Ik ben Christen. So people are being misrepresented by this big powerful church called the Roman Catholic Church. Ja, dus mensen worden verkeerd voorgesteld door deze Romeinse macht. But this is a church that has a big mouth speaking great things and blasphemies. Ja, maar heeft een mond die grote woorden en godslasteringen spreekt. I just want to share with you some of the Catholic documentations. Hier zijn een paar documentaties die ik met je wil delen, die laten zien. To show that this church is indeed blasphemous. Dat ze inderdaad godslasterlijk zijn. Now if you look here, it says the priest has the power of the keys. De priester heeft de macht van de sleutels. Or the power of delivering sinners from hell. Ofwel de macht om zondaars van de hel te redden. And God himself is obliged to abide by the judgment of his priests. En zelfs God zelf die moet zich onderwerpen aan het oordeel van zijn priesters. So you see, this church is antichrist. Deze kerk is antichristelijk. And then it goes on to read. The priest not only declares that the sinner is forgiven. Niet alleen is het zo dat de priester verklaart dat de zondaar vergeven is. But he really forgives him. Maar hij vergeeft hem ook daadwerkelijk. So great is the power of the priest that the judgments of heaven itself are subject to his decision. Zo groot is de macht van de priester dat zijn oordelen, dat de hemel zelf onderworpen is aan hun beslissing. So this power is actually going to rule the world. Deze macht gaat de wereld regeren. Now there are two theories about Antichrist. Er zijn twee theorieën over de Antichrist. They say, oh, Antichrist was in the past. Sommigen zeggen de Antichrist was in het verleden. That is what the Jesuits formulated this understanding. Dat is een theorie die de Jesuiten hebben uitgebracht. Which is called the preterist. Preterist. The past. Dus in het verleden. And they say, oh no, Antichrist is going to come in the future. Anderen zeggen, nee, de Antichrist komt in de toekomst. And they say, that's the theory of futurism. Dat is het futurisme. But no, the Bible tells us that the Antichrist is right here today. Maar de Bijbel zegt nee, de Antichrist leeft in onze tijd. And this power is going to take control of every nation, including my country. En ze zullen ieder land beheersen, inclusief de mijne. Now if you look at this documentation here from the Catholic world. Dit is ook van een blog van de katholieken. We believe in the triumph of the Catholic Church over infidelity. Wij geloven in de overwinning van de katholieke kerk over ontrouw. Heresy. Ketterij. Schism. Verdeeldheid. Revolution. Revolutie. And despotism. En despotisme. Over Judaism. Ook over Judaïsme. Mohammedanism. Over de islam. And heathenism. En over het heidendom. The restoration of the Pope's temporal kingdom is necessary to this triumph. En het herstel van de paus zijn tijdelijke koninkrijk is nodig voor deze overwinning. And therefore we believe it will be what? Restored. En daarom geloven we dat dat ook hersteld gaat worden. And I believe this documentation. Ik geloof dit document. Because the Bible tells us so. Want de Bijbel bevestigt dit. That this power is going to come back and rule the world for a short time. Dat ze inderdaad voor een korte tijd zullen regeren opnieuw. And therefore, when the world government or the papal new world order is installed, wanneer de pauselijke nieuwe wereldorde inderdaad opgezet is, your citizenship will change. Dan zal uw burgerschap veranderen. Your job will change. Uw baan verandert dan. Your religion will change. Uw religie verandert.
Your family will change. Je familieleven verandert. Everything is going to change under the sun. Alles verandert onder de zon. And ever the Lord has given us the spirit of prophecy and the Bible to be forewarned. Daarom hebben wij de Bijbel en de geestelijke profetie gekregen, zodat wij gewaarschuwd mogen zijn. And therefore the most important textbook today in the world is the Bible. Daarom is ons belangrijkste tekstboek de Bijbel. But how many of us are making the Bible first in our life? Maar hoeveel van ons maken de Bijbel werkelijk tot een prioriteit in ons leven? And here when you look in Revelation 13:3, in Openbaring 13 vers 3 says, and I saw one of his heads as it were wounded. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond. Here is talking about the Roman Catholic Church. Gaat over de Romeinse kerk. When was she wounded? Wanneer was ze gewond? And which year? She lost 1798. Yes, 1798, when Napoleon. 1798. When Napoleon took Pope Pius VI into captivity. Toen Napoleon Paus Pius VI gevangen nam. But then it reads on, and his deadly wound was healed. Maar dus het gaat verder en zijn dodelijke wond genas. When did the healing begin? Wanneer begon die genezing dan? 1929. When the Great Depression was triggered. In 1929 was dat toen je die grote depressie had. And all the world wandered after the beast. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. So it means Christian nations, non-Christian nations, atheistic nations, we all wonder after the beast. Dus als hier staat de gehele aarde, betekent dat zowel christelijke als niet-christelijke naties. And the healing began by the signing of the Lateran Treaty. En die genezing die begon met het ondertekenen van de Lateraanse verdrag. And it came out in the newspaper. En dat kon je zelf zien in de kranten van toen. And it seems that the editor, whoever wrote this article, knew his Bible. En het lijkt erop dat diegene die dat in de krant schreef, dat hij zijn Bijbel wel kende. What does it say there? Heal wound of many years. Genees de wond van vele jaren. Dus het lijkt erop dat hij de Bijbel had gelezen. And indeed, this church is going to be fully healed. En inderdaad zal die volledig genezen. Now the church wants to get back her civil power. De kerk wil zijn burgerlijke macht terug hebben die hij verloor. Remember, in the past she had religious power and civil power. Want in het verleden had ze religieuze en burgerlijke macht. And that's what I was showing you yesterday, how Donald Trump is trying to unite church and state. En dat is wat jullie gisteren hebben gezien, hoe Donald Trump probeert om die beiden weer bij elkaar te brengen. To give the voices of the church back. En hij zegt, ik geef de kerken hun stem terug. You know, if this happens, church and state, maar als kerk en staat bij elkaar komen, religion and politics join together, religie en politiek bij elkaar, then the religious institution will take the help of the civil power to enact our laws. Dan is het zo dat de religieuze macht de staat gaat gebruiken om haar wetten uit te vaardigen. And if that happens, en als dat gebeurt, we will not be sitting here. Dan zitten we hier niet meer. There will be persecution. Dan krijg je vervolging. Now the church it wants to take advantage of every issue in the world to get back her power. En deze kerk doet dus alles om discussiepunten of problemen die er zijn in de wereld, die nemen ze als handvat om dat voor elkaar te krijgen. And one of the issues is in regard to environment. En een van die dingen waar ze dus op ingaan is het milieu. The Pope is saying, we need to save the environment. De paus zegt, we moeten het milieu redden. God has told us to care for his creation. God heeft ons opgedragen om voor zijn schepping te zorgen. We have to exercise stewardship over his creatures and creation. En wij moeten dus zorg dragen voor de natuur en voor de schepselen daarin. But the Pope is saying, we have failed to exercise proper stewardship. Maar zegt hij, we hebben in deze taak gefaald. What is the evidence? Wat is het bewijs? Climate change. De klimaatverandering. Today in Europe it does not snow as much as it used to snow 10 years back. Het sneeuwt hier
sneeuwde. So something's happened to the environment. Iets gebeurt met het klimaat. But remember, they also could manipulate the environment. Maar ze kunnen ook manipuleren. Whatever, whether it's natural or manipulated, the Church of Rome is on course to get back her power. Ja, en of het nou of ze het bewerken op een natuurlijke of op een kunstmatige manier wordt gedaan, maar het wordt wel als een handvat gebruikt om haar doel te bereiken om dus de hulp van de staat te krijgen. Now I'll just show you the tip of the iceberg. Ik laat u de tip van de ijsberg zien. I mean, it's not necessary to go in details and follow every conferences that goes around the world. We hoeven niet iedere conferentie precies te volgen. We'll be wasting a lot of time. Dan verliezen we veel tijd. But I just want to tell you in a nutshell. Maar gewoon om in een notendop u te laten weten wat er gebeurt. How the church wants to get control of the world. Hoe de kerk de wereld wil beheersen. Is first of all to have a consensus. Means one mind. Ja, okay. Ze willen dus eerst zien in deze crisis hoe ze iedereen op één lijn krijgen. You know, the church wants to be installed into power with minimum bloodshed. Want als de nieuwe wereldorde opgericht wordt, willen ze dat met zo min mogelijk bloedvergieten doen. The world will not accept a dictator. Want de wereld zal niet zonder meer een dictator accepteren. If you look at the Church of Rome, what government does she have? Als je kijkt naar de kerk van Rome, wat soort regering heeft? It's not a democratic government. Is het de democratie? It's not. Nee. Therefore, the church is so clever. Dus we zijn heel slim. That she talks a lot about rights. Ze praat veel over rechten. Women's rights. Rechten voor de vrouwen. Gender rights. Rechten voor verschillende geslachten. LGBT rights. LGBT rechten. Workers rights. De rechten voor de werkers. And the list goes on and on and on. Enzovoorts. So they want to have a consensus. Dus ze proberen iedereen op een lijn te krijgen. And therefore when you look at all the conferences that they have been having. En als je kijkt naar al die verschillende conferenties die ze hebben gehad. It is to create a global environmental ethic. Is dat om wereldwijd éénzelfde idee te krijgen ten aanzien van het milieu. And this was given rise in Rio de Janeiro. En dat was in Rio de Janeiro. It was called the Agenda 21. En dan noemden ze Agenda 21. All nations have agreed. En alle naties stemden daarmee in. And therefore, when you look in Revelation chapter 17, verse 12 and 13. Daarom als we kijken in Openbaring 17, vers 12. Says, and the 10 horns which thou sawest are 10 kings. En de 10 horens die gij zaagt, zijn 10 koningen. Which have received no kingdom as yet. Die nog geen koningschap hebben ontvangen. But receive power as kings 1 hour with the beast. Maar 1 uur ontvangen zij macht als koningen met het beest. Now this prophecy has not been fulfilled yet. Deze profetie is nog niet vervuld. It is not a time prophecy. Het is geen tijdsprofetie. Because all time prophecy ended in which year? Want alle tijdsprofetie eindigde in 1844. Now what is very interesting, we need to look at the UN Charter. Als je kijkt naar de, Under regional arrangement. Het regionale arrangement. Go to chapter 8. In hoofdstuk 8. Article 52 and 53. En artikel 52 en 53. And there you will find. En daar kun je vinden. That the world has already been divided into 10 economic regions. Dat de wereld al verdeeld is in 10 economische regio's. Now Europe is in regional number 2. En Europa heeft de regio nummer 2. So you will have your country. Dus u zult uw land hebben. But there will be a boss for you. Maar er is een baas voor u, een bovenbaas. Who will be working for the Church of Rome. Die voor de kerk van Rome werkt. So therefore, once the world government is installed, dus als de wereld regering er is, the world will be divided. Dan wordt de wereld verdeeld. And then we read on in verse Revelation 17:13.
These have what? One mind, and shall give their power and strength unto the beast. Openbaring 17 vers 13. Deze zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. In my previous sermon I talked about the sons and daughters of Ignatius Loyola. Eerder deze week hadden we het al over de zonen en dochters van Loyola. All the leaders today are working for the Church of Rome. Werken voor de kerk van Rome. And of course they have some rebel nations. Ze hebben nog een paar rebellische naties. Like Cuba. Zoals Cuba. North Korea. But these nations are there just to be like an example for other nations. Maar zij worden als voorbeeld gesteld voor anderen. It's just to give a warning. If you want to be self-sufficient, you'll end up like North Korea. Als jullie denken het zelf te kunnen, dan word je net als North Korea. Now remember, Ellen G. White has told us. Ellen White heeft ons gezegd. That the world is a theater. Dat de wereld een theater is. The actors are the inhabitants. En dat de acteurs zijn de inwoners. And therefore I don't believe the mainstream media. En daarom geloof ik ook de media niet. Because it's all under the control of the Rockefellers. Want het wordt allemaal is allemaal onder de controle van de Rockefellers. And therefore what you see on the mainstream media is not the truth. Wat je ziet op de media is niet de waarheid. So therefore the world leaders are all working together. De wereldleiders werken allemaal samen. No. They need to be of one mind. Ze moeten dus één van zin zijn. Now I'm trying to understand the working principle of this church. Ik probeer te begrijpen op welke principes ze functioneren. Things do not happen in this world for no reason. Dingen gebeuren niet zomaar. What all tragedies you see? Alle rampen die je ziet. What all political movements you see? Of politiek. Are all working towards the installment of the papal New World Order. Werken er allemaal aan de pausselijke nieuwe wereldorde in te voeren. Now the Church of Rome knows that the leaders, all the leaders, are together. Ze weten dat de leiders bij elkaar zijn. Whether it's the president of North Korea, of het de president is van North Korea, or from Cuba, of van Cuba, or from Russia, of van Rusland, they're all together. Ze zijn allemaal samen. They have their known enemies. Ze kennen de vijanden. Because it is like a theater. Het is net als een theater. Now the biggest obstacle is. Het grootste obstakel. How can we have the people in this world to be of one mind? Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat de mensen in deze wereld dat is very, that is very challenging. Dat is een behoorlijke uitdaging. People from different countries. Mensen van verschillende landen. From different cultures. Verschillende culturen. From different religion. Verschillende religies. From different race. Verschillende rassen. How can they make them to have one mind? Hoe moeten ze nou één van zin worden? You know, with leaders, it's not a problem. Met de leiders is geen probleem. For the last 20 years, they're all together. De laatste 20 jaar zijn ze allemaal bij elkaar. But what about the people? Maar wat is met de mensen? Like you and me. Zoals u en ik. Now when you look here, in the, I think this was the conference in Paris, when they had the environmental conference. Dit was de conferentie in Parijs. Jesuits were there. Daar waren de Jesuiten daar. Now COP means conferences of parties. Conferentie van partijen, COP 21. Okay. So that was in Paris 2015. Dat was in Parijs in 2015. So you find that the Jesuits were present there. En de Jesuiten waren daar aanwezig. Now the Jesuits are the right arm of the Roman Catholic Church. Zij zijn de rechterhand van de Katholieke Kerk. Now the Jesuits are not priests. Dat zijn geen priesters. Jesuits are like what we say, infiltrators. Jesuiten zijn om te infiltreren. And therefore, when you look at the United Nations, als je kijkt naar de Verenigde Naties, they have set up what we call a UN Advisory Committee on Environmental Sabbath.
een comité samengesteld en praten dus over de Milieu-Sabbat, wat gaat over de rustdag. And I showed you the Catholic priest, Father Donald Conroy. Ik heb Father Donald Conroy laten zien. He's taking this initiative. Hij neemt dat initiatief. And now you can understand, at this high level, to have a committee regarding environmental Sabbath is something to think about. Om op dit hoge niveau zoiets voor elkaar te krijgen en bespreekbaar te krijgen, is verbazingwekkend. Now, the New World Order people are very clever people. En die mensen van de Nieuwe Wereldorde zijn slimme mensen. They don't want the common people to think. Ze willen niet dat de gewone mensen daarover door gaan denken. They don't want the common people to know what's going on behind the scene. En ook niet dat ze weten wat er achter de schermen gebeurt. So what do they give us? Dus wat zouden ze ons geven? First, movies. Film. Hollywood. Van Hollywood. Music. Muziek. And then next, fashion. En mode. Beauty contest. Schoonheidswedstrijden. So many things that we are glued to the television set. Allerlei dingen dat we aan de tv gelijmd zitten, zullen we maar zeggen. So they give all these things that appeal to our senses. Allerlei dingen die onze zintuigen bezighouden. You know, that's how Satan works. Zo werkt Satan. We go by feelings. We gaan op gevoel af. Anything that you see. Alles wat je ziet. It bypasses the frontal lobe. Dat gaat langs de frontale hersenen. And enters the midbrain. En gaat in het middenste gedeelte van je hersenen. Satan always tries to enter from the midbrain. En Satan probeert juist daar door te dringen. But God created us to filter things through our frontal lobe. Maar God heeft ons zo geschapen dat we met die frontale hersenkap juist dingen filteren. And therefore. When you hear like this, you say, oh my, I did not know it was happening in the UN. En als je dan zoiets ziet, dan zeg je van, wow, ik wist helemaal niet dat het gebeurde. But it's right there in the newspaper. Maar het staat in de krant. So therefore, the Jesuits are in this level. De Jesuiten zitten al in dit niveau. And the head is who? Antonio. En het hoofd daarvan is Antonio, een Jesuit. So he's there to support an agenda like this. En hij supports deze agenda. So the Pope says, we need to heal the planet. De paus zegt, we moeten de planeet genezen. Now this is the general steps they dit go about. Dit zijn de algemene stappen die ze volgen. Now remember, Laudato Si. Laudato Si. Is the letter concerning environment. Is de brief die gaat over het milieu. So now how they get this consensus from the people? Dus hoe krijgen ze nou de toestemming van die mensen? Because they need to have one mind, one thinking. Want ze moeten één van zin worden. All should work together. Iedereen moet samenwerken. So what they do first, step one. Dus stap 1, wat they give us a lot of data. Ze geven ons veel data. We read that and we get alarmed. En we lezen dat en denken van, oh. Oh, the ozone layer is depleting at this rate. You have to do something. Oh, de ozonlaag, dat gaat helemaal verkeerd. Next, there are a lot of floods taking place. What's happening to the environment? Oh, er zijn heel veel overstromingen. Wat gebeurt er met het milieu? And we begin to believe it because of the facts, the data that they give us. En vanwege al die data beginnen we te geloven dat we een zwaar probleem hebben. And then now in step two. En stap 2. They say we need to have non-sectarian actions. To any particular religion or group or whatever. En de volgende stap is dat ze dus geen stappen ondernemen die specifiek gericht zijn tegen ene religie. So what do? We pray. Dus we bidden. We need to sing. Zingen. During the environmental Sabbath celebration. Gedurende de Milieu Sabbat viering. Now we are in this stage, step 2. Hier zijn we nu, stap 2. Very soon it's going to take place. Daar is het nu. And therefore, when you look around the world today, en daarom als je kijkt naar de wereld, people are asking that we should not do business on Sabbath, on Sunday. Mensen sorry. Vragen van, we moeten geen zaken doen op zondag. Now look at this boss, Hoffman. He is what? The chairman of German Trade Union Confederation. Hoffman, dat is de...
Chairman, voorzitter, precies. De voorzitter van de Duitse Vakbond Confederatie. Okay, so. En hij sprak over de zondagse rust. So he's demanding Sunday rest. Hij vraagt dus om zondagse rust. In fact, there are a lot of people around the world who's demanding this. Er zijn veel mensen die daarom vragen. And to make things worse, because of the pressures of life, more support, they want to have Sunday as rest. Ja, en vanwege zoveel druk in het leven zeggen ze, ja, het is ook veel beter voor de samenleving om een wekelijkse rustdag te hebben. And this is very interesting. If you look at the Science Daily. Als je kijkt naar de Science Daily. Yeah, the news. Dat is een nieuwskanaal. Sunday, the day of rest for fires. Studies suggest. They're doing some studies. For fires. There are a lot of fires around the world. Zondag is de dag van rust voor vuren. Here it says. Climate scientist Dr. Nick Earle. En klimaatwetenschapper Dr. Nick Earle from the University School of Earth Sciences van de Universiteitsschool Earth Sciences found fires around the world appear to be strongly influenced by the working week and particularly days of rest associated with religion. Okay. Die vond dus vuren over de wereld, dat het sterk beïnvloed zou worden door de werkweek en vooral de dagen van rust geassocieerd met religie. Als je gefeierd wordt, dan zullen we dus toch ontslagen. You fired to be cast out of your job? No, not to be fired. This is literal fire. Bush fire. Yes, very soon you will be fired out of a job by the Church of Rome. Ja, dat je ontslagen wordt, dat zal ook gebeuren, maar hier gaat het om vuren. This is literal fire. This study was conducted in Australia. Deze studie werd gedaan in Australië. You know how does a fire start? Weet je hoe een vuur begint? Generally by people. Meestal door mensen. Of course, the weather also plays a role. En het weer speelt natuurlijk ook een rol. But what the scientists is saying, maar wat die wetenschappers zeggen, if you keep one day rest, you're at home or whatever, als je één dag rust neemt en je bent gewoon thuis, the chances of having fire is very low. Dan is de kans om vuur te krijgen heel laag. So keep one day as rest, and that is Sunday. Dus hou één dag rust. En de beste dag daarvoor is de zondag. So what I'm just trying to tell you, from all angles, they're trying to have Sunday rest installed. Dus aan de ene kant zie je vanuit het zaken doen van we willen zondag als rustdag. Nou, deze hebben weer een andere motivatie, hè, de brandweermannen en weet ik wat. Maar ze benaderen dat van allerlei soorten hoeken. It sounds very ridiculous. En dat klinkt heel. But the people are very gullible. Maar de mensen die zijn daar, die gaan daarin mee. Now, if you read this book, als je dit boek leest, it says the public is practically unaware of the overwhelming responsibility carried by the Vatican and its Jesuits in what? Starting the two world wars. Oh, let op. Het publiek is bijna niet ervan op de hoogte van de overweldigende verantwoording die het Vaticaan en zijn Jezuïeten heeft in het begin van de eerste twee wereldoorlogen. Therefore, the Jesuits are powerful people. Daarom zijn de Jezuïeten enorm machtig. Dat zie je in dit citaat. They can make history. Ze kunnen geschiedenis schrijven. I just want to tell you where they are in the world. Waar zijn ze in de wereld? Now here's Napoleon. Let's see what Napoleon had to tell us. Laten we eens kijken wat Napoleon ons te vertellen heeft. Okay, it's not area. The Jesuits are a military organization. De Jesuiten zijn een militaire organisatie, zei Napoleon. Not a religious order.
geen religieuze orde. Their chief, a general. Hun chef, een generaal. Okay, that's why we have the black pope, the Jesuit general. Want zo heet inderdaad de zwarte paus. And what is his aim? Generaal. And what is his aim? En wat is zijn doel? Is power. Absolute macht. Power in its most despotic exercise. In de meest despotische zin. Absolute power, universal power, power to control the world. Dus absolute macht, universele macht en macht om de wereld te beheersen. You know why I'm reading all these quotations? Weet je waarom ik deze citaten voorlees? Because we have forgotten history. Omdat wij de geschiedenis vergeten zijn. We don't believe that history will repeat. En we geloven ook niet dat de geschiedenis zich. And the Jesuits are doing away with such historical books. En de Jesuiten die moffelen al deze historische boeken weg. Yes. I don't understand. When you said that the Jesuits are not priests, I don't understand because there's a church in London, a Jesuit church, and as far as I know, they say the mass. Because true. So I don't understand when you say that. It works like this. It's very strange. They are priests in name. Ze zijn priester in naam. But behind the scenes, they do all kinds of activities. Maar achter de schermen doen ze een heleboel andere dingen. It's like a robber. Het is net als een dief. He will not sit here if he wants to rob with his guns. Als hij wil stelen, dan zit hij hier niet met zijn pistolen. He will act as a good person. Hij gedraagt zich als een goed persoon. In order to carry out his agenda. Om zijn geheime agenda uit te voeren. You know, Satan goes through deception. Yes, it is like question R. Isn't it so that the knights of the old days are the Jesuits? Knights of Malta? Yes, now the knights, like the leaders, weet je wel? Yeah. Like you have like Ivanhoe in the old days, the knights in their in their armor, exactly. I've understood that they were knights, that they were Jesuits. Also. True. Now you need to understand something. There are Jews who are Jesuits. Mm-hmm. There are Muslims who are Jesuits. Muslims Hindus or Jesuits. Hindus die Jesuiten zijn. So they are basically masquerading, putting a mask. Ze hebben een masker op. Belonging to certain professions, certain religions. Het lijkt erop dat ze horen bij verschillende religies, maar in feite zitten ze. Because, of course, I had several Jesuits who spied on me. Ik had verschillende Jesuiten achter me aan. One of the Jesuits, we live near a medical college. We wonen dicht bij een medisch centrum. En een daarvan woont er dichtbij. And we had a health food center. We hadden een winkel. And then we got to know this person because he claimed to be a Seventh-day Adventist. En hij noemde zich een Zevende-daagse Adventist. But wherever I go, whatever function, whatever meeting, even if it's a birthday party, he will come. Maar waar ik ook heen ging, of het nou een verjaardagsfeest was of een of andere functie waar ik naartoe moest, nou, hij kwam overal achter me aan. And he was doing his medicine. En hij deed ook het medicijnen. But he purposely failed for the next 10 years. Maar hij faalde de volgende 10 jaar, expres. But he has an agenda. Hij heeft ook een agenda. And eventually, to make the story short. En om het verhaal kort te maken. He came to my home. Hij kwam bij mij thuis. And I asked him, who are you? En ik vroeg hem, wie bent u? And he was unlike the other Jesuit who denied, but he did not deny. En hij verloochende niet zoals die andere Jesuit wel. He said, I am a Jesuit. Hij zegt, ik ben een Jesuit. Yes, he's a citizen of Canada, an Indian Canadian. Hij is een Indiase Canadees. But I go to UK. Maar dan ga ik naar Engeland. And I preach in the convent. En dan preek ik daar ook. I dress like a Jesuit priest with a cassock. En hij kleedt zich als een Jesuit. But I give the Adventist message. Maar hij geeft de Adventistische boodschap. I don't believe so. No. Maar ik geloof dat niet echt. So they are infiltrators. Ze infiltreren. They are deceivers. Ze misleiden je. And the other Jesuit who was in contact with me. En de andere Jesuit die met mij in contact stond.
stond. He reached a point in his life that he said, I will leave the order. Hij kwam tot het punt dat hij zei, ik wil de orde verlaten. But before you leave, I said, I need to interview you because they will finish you. Mm-hmm. Ik zeg maar, voordat je dat doet, dan moet je bij mij komen en dan wil ik je interviewen. Want als jij die orde wil verlaten, maken ze je af. But then he got scared, he backed out. En hij werd bang en heeft dat uiteindelijk niet gedaan. That is a long story, I can tell you later. Het is een lang verhaal, maar ik kan het later nog over. So therefore, we need to look at history. Dus we moeten kijken naar de geschiedenis. This is what Napoleon Bonaparte had to tell us. Dit is wat Napoleon te zeggen had. Now, John Adams, the second president of America. John Adams, de tweede president van Amerika. And the first vice president of America. En hij was de eerste vice-president. Now here he says. Hij zei. Their restoration means to bring them back. Their restoration means the Jesuits' restoration. Ja, het herstel van de Jesuiten. Because if you look at history, in 1773, the Jesuit order was banned by the Church of Rome. In 1773 werd deze orde verboden of verbannen door het Rooms-Katholicisme zelf. But it was just a smoke screen. Maar dat was alleen maar om een verkeerd teken te geven. Therefore, John Adams is saying. Their restoration went in 1814 by Pope Pius VII. En hun herstel in 1814 door Paus Pius VII. Is indeed a step toward darkness. Is zeker weten een stap in de richting van duisternis. Cruelty. Gruwelijkheid. Despotism. Despotisme of tyrannie. And death. En dood. I do not like the appearance of the Jesuits. Ik hou niet van de verschijning van de Jesuiten. If ever there was a body of men who merited eternal damnation on earth and in hell, it is the society of Ignatius de Loyola. Als er een lichaam van mannen was die inderdaad zorgde voor eeuwige ondergang en op aarde en in de hel, dan is het wel deze gemeenschap van Ignatius de Loyola. Now this is John Adams saying this. John Adams said it. Today the world respects Jesuits. Maar nu worden de Jesuiten gerespecteerd. And therefore he says liberty and popery cannot live together. Hij zei vrijheid en pausdom. So therefore, we need to ask the people in the world, do you want someone like this to rule you on this earth? We moeten de mensen vragen, wilt u dat zo iemand over u regeert? But the world is so blind. Maar we zijn zo blind geworden. And then here it says, this is a statesman. Dit is iemand van de staat. It is my opinion. Het is mijn mening. That if the liberties of this country, the United States, are destroyed. Dat als de vrijheden van dit land, de Verenigde Staten, worden vernietigd. It will be by the subtlety of the Roman Catholic Jesuit priests. Dan is het zeker door de subtiele werking van de Rooms-Katholieke Jesuitische priesters. For they are the most crafty, dangerous enemies to what? Civil and religious liberty. Ja, want ze zijn hele slinkse en gevaarlijke vijanden voor de burgerlijke en religieuze vrijheid. And they have instigated most of the wars in Europe. En ze hebben de meeste van de Europese oorlogen veroorzaakt. Now really, you need to understand about terrorism. We moeten begrijpen over terrorisme. We always think, oh, it's the Muslims. We denken steeds aan moslims. It's not true. Nee. And Donald Trump says, oh, we need to ban Muslims. En Donald Trump die zegt, we moeten de moslims verbannen. Everyone is scared about Muslims. Iedereen is bang voor de moslims. If a Muslim man sits next to you in the plane. Als een moslim man naast u in het vliegtuig zit. With a long beard. Met een lange baard. You will not sleep on the plane. Dan doet u misschien wel geen oog dicht. Why? Hoezo? Because of all the propaganda. Vanwege alle propaganda. Oh, he's a Muslim. He might be having a bomb. Hij is een moslim. Misschien heeft hij wel een bom bij zich. You'll keep a watch on him. En dan kijk je iedere keer naar hem van, zit ik hier wel veilig? And lose all your sleep.
En dan doe je geen ogen meer dicht. You know, that's how they have played with the minds of the people. Zo hebben ze met de gedachtegang van de mensen gespeeld. Now here Abraham Lincoln had to tell us. Abraham Lincoln zei. The war. Now he's talking about the civil war in America. En hij praat hier over de oorlog, de burgeroorlog in Amerika. Would never have been possible without the sinister influence of the Jesuits. Ja, die oorlog die was er nooit geweest als het niet was door de invloed van de Jesuiten. And therefore, this poor man had to be assassinated by the Jesuits. En deze president werd door de Jesuiten van kanten gemaakt. Omdat hij die dingen zei. Okay, now back to John Adams. Terug naar John Adams. I do not like the late resurrection of the Jesuits. Ik hou niet van die opstanding van de Jesuiten. Okay, in the US. In de Verenigde Staten. Who are more numerous than everybody knows. Die talrijker zijn dan iemand weet. Shall we not have swarms of them here? So many of them now. Ja, we hebben nu zwermen ervan. In as many shapes. In zoveel vormen. And disguises as ever. En vermommingen als ooit. In the shape of what? Printers. In de vorm van printers. Editors. Mensen die bewerken. Writers. Schrijvers. Schoolmasters. Schoolmeesters. If ever any congregation of men could merit eternal perdition on earth and in hell, it is the company of Loyola. Ja, en dan zegt hij hetzelfde als in het vorige. So you see, Jesuit does not mean a person dressed in a cassock. Dus een Jesuit is niet per se iemand met zo'n lang gewaad aan. Jesuits are leaders in the world. Ze zijn leiders in de wereld. They're businessmen. Ze zijn zakenmensen. They're educators. Ze zijn mensen die in het onderwijs zitten. They're everywhere. Ze zijn overal. And their work is to change the mindset of the people. En ze willen de gedachten van de mensen veranderen. They have already had great success on the leaders. Ze hebben veel succes met de leiders. Therefore, here it says the Jesuits are the deadly enemies of civil and religious liberty. De Jesuiten zijn de dodelijke vijanden van de burgerlijke en religieuze vrijheid. Zit Thompson hier. But now. En nu. Did you know in our Seventh-day Adventist Church we have invited a Jesuit to speak? Wist u dat wij in onze eigen Adventkerk een Jesuit gevraagd hebben om te spreken? Now here he is. Hier is hij. The priest preaching at our Adventist Church. I am a Jesuit priest. Ik ben een Jesuitische priester. Preaching in the Adventist Church. Die spreekt in de Adventkerk. The video is longer. De video is langer, maar hij zegt hetzelfde. And they invited him because they had a Lent service. En ze hebben hem uitgenodigd omdat ze een Lent. Lent. Tijdens een christelijk feest is Paas of Pinkster of zoiets. Okay, it's not biblical, this Lent service. It is niet Bijbels in elk geval. And since a poor pastor does not know about Lent. Where is that here in Nederland? Dit is gebeurd in Holland. No, this is in America. Dit gebeurt in Amerika. Yes. It may happen here soon. Maar het kan hier ook spoedig gebeuren, want het principe is hetzelfde. Misschien is dat al een. Ja, maybe it has already. Yes. So therefore what I'm saying, we are blind people. Wij zijn blind. Why do we have to invite a Jesuit priest? Waarom gaan wij een Jesuitische priester uitnodigen in onze kerk? If he wants for Bible study, yes. Als hij wil komen voor Bijbelstudie is wat anders. And therefore, when you go back now to environment. Dus als we teruggaan naar het klimaat. Pope is trying to push forward the environmental Sabbath, which is Sunday. De paus probeert het milieu Sabbat vooruit te drijven. In order to heal the planet. Om de planeet te genezen. And therefore, now in America. En daarom nu in Amerika. We find that 16 politicians. Die 16 They started
the Inquisition against what? Climate change disbelievers. En zij zijn opnieuw begonnen met de Inquisitie tegen mensen die in die klimaatverandering niet geloven. Now, like me, I don't really believe. Yes. From when is that? I mean, this is Trump is of course not on that side, right? Yes, that is before Trump. But Trump is also part of this game. I will explain to you after the meeting. Okay. Why Trump is the son of Ignatius Loyola, one of the sons. Okay. Donald Trump, hoewel dit gebeurde voordat Donald Trump, zou ik maar zeggen, regeerde. Remember. Maar hij is ook een van de zonen van Loyola. Remember, the Church of Rome follows this principle at present in America, the divide and rule policy. Het is verdeel en heers politiek. You cannot always have a good man in America as president. Je kunt niet altijd een goede man hebben als president. You need to play with the minds of the citizens. Er wordt gespeeld met de gedachten van de mensen. And therefore, these 16 Democrats. En deze 16 Democraten. They're not Republicans. Zijn niet Republikeinen. They have started an Inquisition. Zij zijn aan de Inquisitie. Okay, what is an Inquisition? Wat is de Inquisitie? Okay. A group of institutions within the government system of the Catholic Church whose aim is to combat heresy. De Inquisitie was een groep van instituten binnen het regeringssysteem van de Katholieke Kerk, wiens doel het was om ketterij tegen te gaan. Now just get the understanding right. Dus begrijp dit goed. Just to revise again. Om weer eventjes op te frissen. The Pope is saying we need to save the environment. De paus zegt dus we moeten het klimaat redden. Hey, you're clear with that? Duidelijk. Do we have to save the environment? Moeten we het klimaat redden? How many believe you have to say it? I believe. Ja, you moet het nothing klimaat wrong. Redden. Even if the Pope says yes, I believe. We need to care for our environment. Want we moeten voor ons milieu zorgen, heeft God ons opgedragen. God wants us to exercise what? Stewardship over his creation and his creatures. Wij zijn verantwoordelijk voor zijn schepping en voor de schepselen. But because of the global elite who are manipulating the weather. Maar vanwege de globale elite die het weer manipuleren. The environment has gone upside down. Daardoor is het klimaat uit zijn normale richting. And so the Pope jumps onto the scene. En de paus misbruikt dat nu. And says, you have not exercised proper stewardship over God's creation. Je hebt niet goed genoeg gezorgd voor God's schepping. What is the evidence? Wat is het bewijs? Climate change. Die klimaatverandering. You know, the greenies, the environmentalists, all working for the Church of Rome. Yes, dus al die mensen, die GroenLinks en weet ik wat wij zouden greenies, zeggen. De groenen, die werken allemaal mee samen. Okay, they're doing a good job, save the environment. Ze doen aan de ene kant een goed werk om het milieu te redden. But they're actually working for the Church of Rome. Maar ze werken in dit verband ook samen met de kerk van Rome. So now, because of environmental sabbath. Vanwege de klimaat of de milieu sabbat. We say no. I don't really believe in climate change. Zeggen we nu van nee, wij geloven niet echt in klimaatverandering. So you become what? A disbeliever. Dus wat ben je dan? Dan ben je dus een ongelovige die dat dus niet gelooft. So now you're in trouble. En dan ben je dus in de problemen. Because if you look in the past. Want als je in de verleden tijd kijkt. Have you heard about the Spanish Inquisition? Ken je de Spaanse Inquisitie? Yes, so many people died. Zoveel mensen zijn gestorven. They were tortured. Ze werden gemarteld. They were burned at the stake. Ze werden verbrand op de brandstapel. And remember, history will repeat. En geschiedenis herhaalt zich. And so here, these 16 Democrats. En deze 16 Democraten. Want to begin the Inquisition against climate change disbeliever. Die willen de Inquisitie opstarten voor mensen die met de klimaatverandering die daar niet in geloven. So soon to become a reality, we see cops arresting you. En dan zie je dus politie en
maar op die je arresteert omdat jij niet in klimaatverandering gelooft. You see how serious it is. Zie je hoe serieus dit is? Now when the environmental Sabbath, that is Sunday, will be installed. En als die milieusabbat dus komt en daar verstaan ze zondag onder. The Bible is very clear. Is de Bijbel heel duidelijk? It says, as many as would not worship on Sunday, the image of the beast should be what? Killed. Daarom zegt Openbaring 13 vers 15 dat iedereen die beeld van het beest niet wilde aanbidden, so gedood zou worden. So the end time issue is what? Worship. Dus de eindtijd zagen draaien om aanbidding. It's not about stealing, adultery, over stelen, covetousness, of begeren. No, it's about worship. Het gaat om aanbidding. And therefore, when you look at the Ten Commandments, daarom als je kijkt naar de tien geboden, all governments, alle regeringen, can legislate laws concerning the last six commandments. Mogen wetten uitvaardigen zoals de laatste zes van de tien geboden. Because that is your duty to fellow men. Want dat is je plicht naar je medemens. But the first four is your duty to God. Maar de eerste vier gaan over je plicht aan God. No one can tell you which day to worship, which God you should worship. En niemand mag je dicteren welke God en op welke dag je moet aanbidden. And that is where the governments of the world are trying to legislate laws. En dat is waar de regeringen wetten over proberen te maken. Why? Waarom? Oh, because of terrorism. Vanwege terrorisme. You know, people want what? Security. Want mensen willen veiligheid. They are not worried about privacy. Ze zijn niet bezorgd. They want their family safe. Ze willen veilig zijn. Because of terrorism. Vanwege terrorisme. So we are now ready to give up our privacy. Dus we zijn nu klaar voor onze privacy op te geven. For what? For security. Veiligheid. Now this time when I entered Holland. Toen ik deze keer Nederland binnenkwam. I had to put my four fingers. Moest ik mijn vier vingers op een plaatje leggen. Last year it was not there. Vorig jaar hoefde dat niet. Of course, if they just type my name on the computer, all my data are there. Of natuurlijk is het zo, als ze mijn naam typen, dan is al mijn data daar. Check your eyes. Yes. Yes. Wow. Your eyes, yeah. And very soon they're going to ask me. En heel spoedig vragen ze mij. Since my passport is so thick now. Want mijn paspoort is zo dik. Because I keep traveling. Omdat ik zoveel reis. They say, you're not a businessman. Je bent geen zakenman. What work do you do in Holland? Wat voor werk doet u eigenlijk in Nederland? Ik zeg, oké, I'm a preacher. Ja, ik ben een spreker. What do you preach? Ja, wat spreekt u dan? So. They ask you that. No, they will. Oké. Okay. Dat is de volgende stap. Because nowadays the immigration officer just sees my thick passport and says, okay, go. Nu zien ze mijn dikke paspoort en zeggen ze, ga maar. But a day is coming, I know that. Maar ik weet dat een dag komt. They will ask, what business do you have here in this country? Dan zullen ze vragen, wat doet u daar in Nederland? And therefore, we find that freedom is being restricted very fast. Vrijheid gaat steeds verder verdwijnen. Now remember, don't forget, the Church of Rome wants to get back her civil power. De kerk van Rome wil haar burgerlijke macht terug hebben. Once she gets that civil power back, she'll be very powerful. Als ze dat heeft, dan is ze supermachtig. So now in America, the Inquisition is underway. Dus de Inquisitie in Amerika is al op weg. And remember, for this climate change conference, 195 countries attended. Voor die klimaatverandering conferentie waren 195 landen vertegenwoordigd. So very soon, we will have a new inquisition underway for the whole world. En heel spoedig zullen we ook te maken krijgen met de inquisitie, maar dan voor de hele wereld. Because the environmental problem is a global problem. Omdat dat die klimaatverandering een probleem is van de hele wereld. En it concerns every nation. Het heeft met iedere natie te maken. Something like terrorism. Zoiets als terrorisme. Precies zo. So therefore, the Pope wants to enter into dialogue with all people about our planet Earth called Common Home. Ja, dus de paus die wil in dialoog treden met alle mensen over ons gemeenschappelijke thuis, deze planeet. Okay, I need to run. How much do I have? 15 minutes. Okay.
Okay. Any grace for me? Okay, there's a lot to share. Okay, I'll run. Now we need to read what Ellen White has to tell us. Wat heeft Ellen White ons te zeggen? Says the Sabbath question is to be the issue in the great final conflict in which all the world will act a part. All the world says. De Sabbatvraag is een belangrijke zaak in de grote laatste strijd waarin de hele wereld een deel zal hebben. Men and women have honored Satan's principles above the principles of God. Mannen en vrouwen hebben Satans principes geëerd boven de principes die in de hemelen regeren. Okay, I'm just building your foundation before we read from Maranatha. Ik geef u even de basis. They have accepted the spurious Sabbath, that is Sunday. Ze hebben een valse Sabbat geaccepteerd. Which Satan has exalted as a sign of his authority. Die Satan heeft verhoogd als een teken van zijn autoriteit. Now, have you heard about the ICC? Heeft u gehoord van de ICC? Okay, where's the ICC? Headquarters. Waar is het hoofdkwartier? Where is it? Yes. It's in Den Haag. In Den Haag. Okay, you have it all over the world. The headquarters is in Den Haag. This is the highest court in the world. Dat is het hoogste gerechtshof in de wereld. Now I have the Supreme Court in India. That's not the highest. Internationale criminelen. This is the court. One day we will be called here. Op een dag kunnen we daar verschijnen. And that's the time our faith will be tested. Dat is een test van ons geloof. Now here, what are the arguments that will be used by Sunday law advocates? Welke argumenten gebruiken die mensen die dus strijden voor de zondag? Remember, many advocates are ignorant of the issue. Veel mensen die eigenlijk praten voor de zondag, die begrijpen de achterliggende gedachten niet. And when you are called into the court, en als je geroepen wordt in het gerechtshof, you testify for Jesus Christ, dan getuig je van Jezus. Many of their eyes will open. Dan zullen ook mensen hier nog de ogen opengaan. Now here it says, Satan puts his interpretation upon events. Hier zegt dan bij Satan die zet zijn interpretatie op gebeurtenissen. That the calamities which fill the land are the result of what? Sunday breaking. En hij laat ze denken dat de rampen die het land vervullen een resultaat zijn van het breken van de zondag. It's like just yesterday, I think, or 2 days back, we had a heavy rainstorm. Een paar dagen geleden hadden we een storm hier buiten. And that was really powerful and blew off buildings. En als die zo sterk was dat er gebouwen in zou storten. They will say, you know, the people in Kerbel. Dan zouden ze zeggen, de mensen in Kerbel. Are the cause for this calamity. Die zijn de schuld van de ramp, zouden ze dan kunnen zeggen. And this is exactly what God is telling us, that Satan will use calamities to blame God's people. Satan gebruikt rampen om Gods volk te beschuldigen. And therefore, God is telling us, God zegt ons, that we need to take refuge where? In the wilderness. Dat we dus een plek moeten hebben in de wildernis. Just like how the Waldenses had taken. De Waldenses hadden een plek in de natuur. And for several years, hundreds of years, they defied what? The armies of kings and emperors. En honderden jaren waren ze betrekkelijk veilig voor al die legers die daarop afkwamen. And therefore, the Lord is telling us that you need to have an outpost outside the city. Daarom zegt de Heer dat we buiten de stad moeten zitten. Now, some Adventists are not really understanding what is an outpost and country living. Sommige Adventisten begrijpen niet wat een outpost en ook leven op het land betekent. They just disappear and melt it into the forest. Ze zijn gewoon vertrokken naar een bos. No, the Lord is saying, you need to do your work in the cities. We moeten het werk doen in de stad. But you should stay in the outposts. Maar niet daar wonen. When time gets more rough and hard,
Zodat als de tijd erger wordt, of moeilijker yes, wordt. Yes, probation closes. En de genade tijd sluit. Yes, we will go into the wilderness. Dan ben je helemaal in de wildernis. But not directly now, when probation is not closed. Maar nog niet direct. And therefore, now when you look at the Pope, he says, such people who think like this are basically fundamentalists. Dus mensen die zo denken, dat zijn fundamentalisten. It is what? The disease of all religions. En hij noemt dat een ziekte van alle religies. Therefore, you see, now the group is dividing. De groep die split zich. Especially in our church. Vooral in onze kerk. You have what? Liberal Adventists. Je hebt liberale Adventisten. Then you have conservative Adventists. Conservatieve Adventisten. You have in-between Adventists. En je hebt nog een groep daartussenin. This is what's happening today in our church. Dit gebeurt in onze gemeente. And therefore, when you go to Revelation 12, 17. En in Openbaring 12, vers 17. Says the dragon was wroth with the woman. De draak werd toornig op de vrouw. Okay, who is the dragon? Wie was de draak? Okay, it's Satan, but he's got his Satan. Agents on this earth. Maar hij heeft mensen op deze aarde. He was angry with the church. Hij was boos op de kerk, op he's de angry with the Seventh-day Adventist church. En met de Adventkerk. But he does not make war with the church. Maar hij maakt geen oorlog ermee. Makes war with the remnant. Maar wel met het overblijfsel. Of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Van haar zaad die de geboden Gods bewaren en het getuigenis van Jezus. Because the testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. En het getuigenis van Jezus is de geest de profetie. And very soon, this day is coming. En heel snel gebeurt dit. Where God's people will face the death sentence. Waar Gods volk met het dooddecreet te maken heeft. Unless and until you love Jesus, you will not stand for him. En tenzij je van Jezus houdt, maar anders zal je niet voor hem instaan. Now in 2013. In 2013. There was a big tragedy up in the Himalayas. Was er een tragische gebeurtenis in de Himalayas? There was a cloud burst. Een wolkbreuk. And the water rushed down through the valley. En het water ging door de vallei. And swept all these houses. En die slikte dus, het kwam over deze huizen. Also swept the idol. En ook dat afgodsbeeld. And hundreds of people died. En honderden mensen stierven. And they begin to analyze what could have been the cause. En ze begonnen te analyseren wat wel niet de reden zou kunnen zijn. And you know what was their findings? En weet je wat ze vonden? It came out in the newspaper. En het kwam in de krant. It says honeymooners caused 2013 floods in this area. I mean, those who just got married, they went to this place to have their honeymoon. This place is a holy place for the Hindus. Maar deze plek is een heilige plek voor de Hindus. So they have desecrated this place and therefore the calamity came. En deze mensen hebben dus deze hindoeïstische plaats ontheiligd, zo zagen ze dat. En daarom zijn die rampen gekomen. So also we will be blamed for such calamities. Nou, op dezelfde manier krijgen wij daar straks ook mee te maken dat wij de schuld krijgen. When you go read Maranatha. Als we Maranatha lezen. Chapter 168, page 172. Hoofdstuk 168. Calamities blamed on God's people. Daar gaat het over de rampen waarvan Gods volk beschuldigd gaat says, worden. As men depart further and further from God. Als de mens steeds verder en verder van God weggaat. Satan is permitted to have power over the children of disobedience. Krijgt Satan steeds meer macht over de kinderen der ongehoorzaamheid. Today, men are going further and further away from God. En dat is wat we zien. De mensen gaan steeds verder weg van God. Today when you look at men and men marrying. En je kijkt naar mannen die met mannen trouwen. Lady and lady. En vrouwen met vrouwen.
It just tells us in what state we are today. Het vertelt ons waar we zijn. So here, Satan hurls destruction among men. En Satan zorgt voor verwoesting onder de mensen. There is calamity by land and sea. Er zijn rampen op het land en op zee. Property and life are destroyed by fire and flood. En bezittingen en levens worden vernietigd door vuur en overstroming. Satan resolves to charge this upon those who refuse to bow to the idol which he has set up. En Satan die wil dit dus ten laste leggen van diegenen die weigeren om te buigen voor de afgod die hij heeft opgericht. His agents point to Seventh-day Adventists as the cause of the trouble. En zijn werktuigen zullen de zevende-daagse Adventisten aanwijzen als de oorzaak van alle ellende. So very soon we are going to be blamed. Heel spoedig zullen wij de schuld krijgen van al deze dingen. These people stand out in defiance of law. They say they desecrate Sunday. Deze mensen die staan de wet tegen, zeggen ze. Ze ontheiligen de zondag. Were they compelled to obey the law for Sunday observance, there would be a cessation of these terrible judgments. There would be dus, no judgments. Als zij geforceerd zouden worden of gedwongen zouden worden om deze wet voor zondagsviering te gehoorzamen, dan zouden deze vreselijke rampen ophouden. Calamities will come. Rampen zullen komen. Most awful. Vreselijke rampen. Most unexpected. Heel erg onverwacht. And these destruction will follow one after another. En deze verwoestingen zullen de een na de ander volgen. Therefore, how much the world leaders. Hoeveel de wereldleiders. The religious leaders. De religieuze leiders. Are giving us that promise. Ons beloven. That the world will be a better place. Dat de wereld een betere plek wordt. To counteract terrorism is zero tolerance policy. En tegen terrorisme vechten, maar in werkelijkheid hebben ze 0% tolerance. But there will be no peace. Er zal geen vrede zijn. Because the world has gone far away from God. Want de wereld is ver weg van God. If there will be a heeding of the warnings that God has given. Als de mensen zouden luisteren naar de waarschuwingen die God heeft gegeven. And if churches will repent. En als kerken zouden bekeren. Returning to their allegiance. En terugkeren tot hun trouw. Then other cities may be spared for a time. Dan kunnen een aantal steden gered worden voor een tijd. But if men who have been deceived continue in the same way in which they have been walking. Maar als de mannen die misleid zijn, op dezelfde manier verder gaan zoals zij hebben gedaan. Disregarding the law of God. Waarin ze de wet van God veronacht zijn. And presenting falsehoods. En valse theorieën presenteren. God allows them to suffer calamity that their senses may be awakened. Dan zal God rampen toestaan zodat hun zintuigen nog wakker mogen worden. And so here it reads from manuscript releases. En hier in manuscript releases. To appease the wrath of God. Staat er dat om ze denken dat ze de toorn van God kunnen afzwakken. These influential men, say the advocates. Zeggen deze invloedrijke mannen. Make laws enforcing Sunday observance. Maak wetten waarin je de zondag verplicht stelt. And also they say, if we have Sunday observance. En ze zeggen dan, als wij een zondagsviering hebben. It will improve the morals of society. Dan wordt de moraal van de hele samenleving ook beter. But that's not true. Maar dat is niet waar. But to secure popularity and patronage. Maar om populariteit en dus will yield to the demand for a Sunday law. Dan zullen ze instemmen met een zondagswet.
Now the question comes. De vraag is. How would our church react? Hoe gaat onze gemeente daarop reageren? Have you seen this photo before? Heeft u deze foto eerder gezien? I think Pastor Maurice Berry showed. Yep, Pastor Maurice die heeft het ook laten zien. We have the Adventist Church representative on the right side. Aan de rechterkant is hier de vertegenwoordiging van de Adventkerk. What is he doing there? Wat doet hij daar bij de paus? If you go on the net. Als u op het internet gaat. It says this ecumenical organization is made up of. Deze ecumenische organisatie bestaat uit. General Conference of Seventh-day Adventists. Ja, daar is ook de generale conferentie van de zevende dag Adventisten. Very clear. Heel duidelijk. So what will happen on October 31? Wat gaat er dan niet gebeuren op 31 oktober? But go back to the writings of Ellen White. Zullen we teruggaan naar de geschriften van Ellen White? The Lord says, I have a controversy with my professed people. De Heer zegt, ik heb hier een strijd met de beleidende kinderen. Men in responsible positions will take a course directly opposite to that pursued by Nehemiah. Want mannen in verantwoordelijke posities zullen een weg volgen die direct tegengesteld is aan degene die gevolgd werd door Nehemiah. Now we don't have times, but you read in your rooms Nehemiah chapter 13. We hebben geen tijd om Nehemia hoofdstuk 13 helemaal te lezen. How he tried to bring about a reformation in with the children of Israel. Hoe hij in Israël een reformatie tot stand probeerde te brengen. So now the leaders of a church. Maar de leiders van de gemeente. Will not only ignore and despise the Sabbath themselves. Zullen niet alleen de Sabbat negeren en zelf, but they will try to keep it from others. Maar ze zullen ook proberen om anderen daarvan af te houden. By burying it beneath the rubbish of what? Customs and tradition. Door het te begraven onder het afval van gewoonten en tradities. In churches and in large gatherings in the open air. In kerken en ook in grote vergaderingen in de buitenlucht. Ministers will urge upon the people the necessity of keeping what? The first day of the week, the environmental Sabbath. Zullen predikanten de mensen proberen te overtuigen dat het een noodzaak is om de eerste dag van de week te houden? You know, we're reaching the crossroads. Ja, we komen op een kruising. We have to make a decision now. En we zullen een beslissing moeten nemen. You know, our leaders will tell us. Onze leiders zullen ons zeggen. Don't you want to save the environment? Wil je het milieu niet redden? The evidence is there, climate change. Het bewijs is daar, de klimaatverandering. Just have to keep Sunday. Je moet zondag houden. If you don't. Als je dat niet doet. The inquisitors will come because you are a disbeliever of climate change. Daar komt de inquisitie, want u gelooft niet in. You see how the Church of Rome is working. Zie hoe dat gebeurt. Through deception. Door misleiding. In the name of saving the environment. In naam om het klimaat te redden. Therefore, here it says, God desires His people to prepare for the soon coming crisis. God verlangt van zijn volk dat ze zich voorbereiden op de spoedig komende crisis. Prepared or unprepared, we must all meet. En voorbereid of niet, maar we zullen er allemaal mee te doen krijgen. And those only who have brought their lives into conformity to the divine standard will stand firm at the time of test and trial. En alleen diegenen die hun levens in harmonie gebracht hebben met de goddelijke standaard zullen sterk staan in die tijd van test. So the question is, are we bringing our lives into conformity to the divine standard? De vraag is, brengen wij ons leven in harmonie met die goddelijke standaard? We need to bring. Want dat is noodzakelijk. Then it will be seen who really fear and serve God. Dan zal werkelijk gezien worden wie God dient en wie hem niet dient. Just because you come to church every Sabbath is not a ticket to heaven.
Alleen dat je op Sabbat in de kerk zit, is nog geen ticket naar de hemel. Just because you have a form of godliness doesn't mean you're going to heaven. Ook een vorm van godzaligheid wil dan niet zeggen dat je. You need to have a close relationship with the Lord and Savior Jesus Christ. Een nauwe relatie met Christus zelf nodig. And when the test comes. En als de test komt. We find that even you're ready to give your life for Jesus. Dan zou gezien worden of we werkelijk gewillig zijn ons leven te geven. If you do not know Jesus, you will not give your life to him. Als je Jezus niet persoonlijk kent, and dan zul je je leven ook niet geven. Therefore, very soon on October 31. En daarom October 31. We really do not know what is going to come out of it. Weten we niet. Wat er zal gebeuren. But only there is a precursor for this great event. Maar ze vertellen al een beetje erover. It will be happening on September 1st to the 3rd. 1 tot 3 september hebben ze een heel festiviteit. When the whole world is gathering there. Waar de hele wereld samenkomt. People from different nations. Mensen van verschillende naties. People from different backgrounds. Are all coming there in a celebration. Die komen allemaal daar voor een viering. With a message to save planet Earth. Met een boodschap om de planeet Aarde te redden. And therefore, are we ready to stand for Jesus? En daarom zijn wij bereid om voor the Jezus whole world te staan. Will be against you. Want de hele wereld zal tegen u zijn. Your neighbors. Uw buren. Your community. Leefgemeenschap. Your own citizens. Uw eigen stadsbewoners. But are you ready to stand for Jesus? Bent u voorbereid om voor Jezus te staan? So this is the modus operandi of this great church called the Roman Catholic Church. Dit is de modus operandi, dus hoe ze opereren. Where the Jesuits have infiltrated every position of trust. Waar de Jesuiten alle posities van vertrouwen hebben geïnfiltreerd. Every position of power. Van macht. And every position of authority. En iedere positie van autoriteit. And we have the Jesuits right in our church today. En we hebben de Jesuiten precies in onze kerk. And we need to stand for the Lord. Maar we moeten staan voor de Heer zelf. May God bless you with this message. God bezegenen met deze boodschap. Amen. Amen. Let's all kneel down for prayer. Laten we bidden. Our gracious and heavenly Father. Onze genadige hemelse Vader. Thank you, Lord, for your warning message to us in these last days. Dank u voor uw waarschuwingsboodschap in deze tijd. We know, Lord, the Church of Rome is striving to get back her civil power. Dat de Romeinse kerk ernaar streeft om haar burgerlijke macht terug te krijgen. In order to repeat persecution in this world against God's people. Om de vervolging opnieuw te doen oplaaien tegen Gods volk. This church is like a chameleon. Deze kerk is als een chameleon. Where she changes her color according to situations. Waar ze haar kleur verandert afhankelijk van de situatie. We know, Lord, through climate change, she wants to get back her husband, the civil power. En we weten dat ze door deze klimaatverandering probeert haar burgerlijke macht, haar man weer terug te krijgen. In order to unite the world and to destroy your people. Om de wereld te verenigen en uw volk te vernietigen. We know that Rome never changes and will never change. Ja, wij weten dat Rome nooit verandert. And help us, Lord, not to be deceived by her goodness in this world. En help ons niet misleid te worden door de goede daden in deze wereld. Help us, Lord, to look to Jesus. Maar help ons om op Jezus te zien. We know trouble is just before us. We weten dat de tijd van benauwdheid voor ons staat. And help us, Lord, to be grounded in your word. Help ons gefundeerd te zijn in uw woord. So that we will not falter when our test comes. Dat we niet falen wanneer onze test komt. I pray, Father, that you'll be with each one of us here. Ik bid, Vader, dat u bij ieder hier wilt zijn. As in a few hours we'll be entering your holy hours. Als wij over een aantal uren uw heilige Sabbat binnengaan. Help us to make our preparation. Help ons onze voorbereiding te maken.
So that we can have union with you. Zodat we eenheid mogen hebben met u. Thank you for hearing our prayers. Dank u dat u ons gebed beantwoordt. For I pray in Jesus' name. Want we bidden dat in Jezus' naam. Amen. Amen.